Een unieke nominatie is er voor Maarten en Billy Slagboom. Vader en dochter zijn genomineerd voor hun fotoboek Hier woont alleen de tijd. Een boek zonder woorden, maar met meer verhalen dan we kunnen schrijven. De afgelopen 5 jaar zochten zij samen naar verlaten gebouwen om daar te fotograferen. En zitten beiden hier. Waren jullie verrast eigenlijk dat jullie als een fotoboek ook genomineerd waren, Billy? Nou ja, eigenlijk wel, want het is natuurlijk helemaal geen geschreven boek. Nee, dus het is wel non-fictie. Maar we vonden het zo leuk inderdaad wat Emma-Louise er ook over zei. Een boek zonder woorden, maar met weer verhalen dan we kunnen opschrijven. Dat is precies wat wij er ook mee bedoelden. En welke verhalen zochten jullie op, Maarten? In die lege gebouwen? Ik zal een aantal laten zien voor degene die meekijken via de webcam. Ja, je moet het eigenlijk inderdaad zien. Ja, nou ja, het is radio, dus mensen in de auto zitten hebben pech. Maar wat je ziet zijn lege gebouwen, schitterend gemaakt. Met allemaal, ja, ik denk dat heel veel mensen aan dit soort gebouwen kunnen voorbij lopen. Omdat ze de schoonheid niet zien van dat wat jullie laten zien. Mm-hmm. En jullie kijken met vader en dochter oog. Ja. Naar allemaal verschillende gebieden. En wat zien jullie? Wat zoeken jullie? Nou, we zoeken eigenlijk een plek waar je eigenlijk gewoon je eigen leven heel goed in weerspiegeld ziet. Dus we zijn begonnen 5, 6 jaar geleden, denk ik, met hele imposante fabrieksgebouwen. Maar we zijn steeds meer op zoek gegaan naar intieme ruimtes, keukens, woonkamers, slaapkamers. Waar je onmiddellijk ziet wat een prachtige verhalen zich daar hebben afgespeeld. Dus die gebouwen die nu leeg staan, soms decennia lang, soms nog veel langer. Daar zijn natuurlijk keer op keer weer nieuwe mensen ingetrokken met hun eigen verlangens en ambities en dromen. En dat zie je ook heel mooi weerspiegeld in bijvoorbeeld behanglagen. He, want je hebt natuurlijk afbladderende kalk en verpulverde verf. Maar je ziet er vaak laag op laag van die behanglagen. Maar ook bijvoorbeeld de foto op de cover met bijna algen lijkt het wel. Nee, precies, ja. Het is, maar die lagen, dat zijn natuurlijk eigenlijk, die staan symbool voor ons heel erg voor die soort levenscyclus. Iedere keer komt er een nieuwe generatie in met eigen verhalen. Nou ja, dat is ook zo leuk, omdat wij natuurlijk allebei eigenlijk een andere laag zijn. Dat precies. Je, gewoon als vader en dochter, die daar ook anders naar kijken, naar al die plekken. Dat maakt het ook zo bijzonder. Hoe keek jij anders dan je vader? Wat zag jij meer of anders dan hij? Nou ja, natuurlijk omdat ik in een hele andere fase van mijn leven zit, zie ik ook andere dingen in zo'n woonkamer. Van waar jij dan ook weer dingen uit je jeugd heel erg herkent bijvoorbeeld. En dingen die je hebt meegemaakt, zie ik ook heel erg mijn toekomst. Ja, dingen die ik nog moet gaan meemaken. Dat is ook zo leuk om het samen te doen. Hebben jullie de behoefte gehad toen jullie die foto's gemaakt hadden om woorden te geven aan de beelden? Nee, want we hebben het echt, en daarom vind ik het zo bijzonder dat we in dit lijstje terecht zijn gekomen. We hebben zelfs ook niet overwogen om erbij te zetten wat voor plek het is, waar het is. Want er zijn natuurlijk meer fotoboeken in dit genre verschenen in de loop van de tijd. Maar er waren eigenlijk 2 dingen die voor ons voorop stonden. Het ene is dat we niet wilden dat het heel spooky en eng en gloomy en een soort zwarte romantiek was. Mm-hmm. Houden we helemaal niet van. Nee. Voor ons is het een soort uiting van een soort levenslust die we daar ervaren als we in die gebouwen zijn. Omdat het het zijn een soort monumenten van tijdelijkheid. Dus wat we daar heel erg ervaren is, je ziet dat je er maar even bent. Dat je één zo'n laag bent, als het ware, in zo'n pand. Dus we moeten er iets moois van zien te maken. Dus eigenlijk altijd heel feestelijk. Het is niet gloomy, het is niet eng. En jullie houden het ook echt intact, heb ik het idee. Je maakt het niet kapot, het beeld, op die manier. En we doen het ook altijd als het in volle glorie te zien is. Dus in zoveel mogelijk zonlicht. In plaats van dat het geheimzinnig is of wat dan ook. En we wilden er juist niet bij zetten waar het is of wat het is. Omdat je het moet eigenlijk de ruimte geven aan je eigen verbeelding. Je moet je eigen leven er eigenlijk in weerspiegeld zien. Toen jullie naar binnen gingen, al die verschillende gebouwen die best wel moeilijk te vinden zijn in Nederland trouwens. Dus dat is ook nog een opgave dat jullie daarin geslaagd zijn. Ja. Als het al in Nederland is. Maar als je in zo'n gebouw binnengaat. Kijk je met je ogen of kijk je meer met je hart? Nou ja, aan de ene kant ben je heel gespannen. Ben je vol adrenaline, omdat het natuurlijk ook wel spannend is. Ja. Maar je bent ook wel heel kalm. Dus ik denk meer met je hart eigenlijk. Omdat je voelt je eigenlijk heel nietig. Dus dat betekent dat je pas later gaat fotograferen. Je gaat naar binnen, je voelt eerst de omgeving. Ja, eigenlijk wel. Het komt heel snel binnen eigenlijk wat je aan het doen bent. Je hoort ook overal dezelfde geluiden. Overal de wereld in je stapt, die je binnenstapt. Het is eigenlijk 1 zone, omdat al die gebouwen zo naar elkaar toe groeien in de loop der tijd. Of het nou een kerk is of een school. Uiteindelijk wordt het allemaal een beetje dezelfde wereld. Tot slot, zijn er beelden uit het boek die je vaker ziet, ook als je niet kijkt naar het boek? Hoe bedoel je? Nou ja, als je je ogen dicht doet. Is er dan een foto die bij jou heel erg naar boven komt? Oeh. Ik denk dat toch is wat ik net beschreef, heel erg. Zo'n kamer waar je ziet dat daar zich het volle leven heeft afgespeeld. En al die lagen inderdaad op elkaar. Dat je deel uitmaakt van een heel groot
verhaal met z'n allen. Ja, en ook dat de natuur daar ook weer zijn intrede doet, waardoor je ook denkt, ja, van, oh, het gaat ook weer verder, het leven nadat de mensen er hebben gewoond. We zijn bezig met de verkiezing van het non-fictieboek van het jaar op hier op NTL Radio 1. 12 boeken in totaal, net Maarten en Billy Slagboom met Hier woont alleen de tijd, en daarvoor was het Na Emma van Joost Prinsen. En u kunt nog gewoon stemmen via NPO Radio 1/non-fictie. Ga stemmen en om 16:30, dus over precies een uur, dan maken we de winnaar langzaam bekend. Dan tot die tijd. Dat het boek gewoon, dat het zo goed gaat, dat vind ik fijn om te horen. En dat er meer gelezen wordt. Ja, en dat ik daaraan bij kan dragen is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Maar, ja. Maarten, ja, jullie zijn de vreemde eend, hè? Maarten en Billy Heel Slagboom. Heel vreemde eend. Het fotoboek met de afbladderende muren en grote industriële ruimtes. Ja. Wat zou het voor het boek betekenen? En voor het genre misschien ook wel? Nou ja, voor het genre hoop ik dus... Oh, sorry. Nee, zeg jij het maar. Wat eigenlijk zo leuk is hieraan is natuurlijk dat... doordat het boek best wel goed is gaan lopen... dat je ook ziet dat veel meer mensen onze blik delen op deze boeken. Dus niet alleen maar die spooky manier, maar juist het levenslustige... mooie gedeelte van die gebouwen. En dat is leuk. Het eigenlijk filosofische, literaire blik die wij hierop hebben. Dat meer mensen dat delen. En dat is heel leuk dat dat ook een beetje aansluit. Is het eigenlijk, komt er nog een soort van vervolg op het boek wat jullie gemaakt hebben? Nou, wij hebben bepaald niet stilgezeten sinds het boek is verschenen. Ah. De afgelopen jaar heel veel op pad geweest. Dus, ook weer samen? Samen, zeker altijd samen. Altijd nooit samen. Alleen. En altijd, nee. dat is gewoon iets, Billy, dat staat vast. Je gaat altijd met je vader blijven werken. Oh, zeker. Ja. Maar het zijn ook gewoon de leukste dagen van het jaar. Dus dat hoort er allemaal bij. Ja. Mooi is dat. Ik ben gewoon jaloers op jullie. Ja. Hij moet echt alleen al hierop winnen. Dat is echt geweldig. Ik zie alle ouders hier. Iedereen die een kind heeft, zie ik hier smelten. Ja, op wat daar gezegd wordt. Hoe heb je het voor elkaar gekregen, Maarten Slagboom? Vroeg beginnen. Dat is de beste gelijk die vlaat. Nee, het is ontzettend verslavend inderdaad. Dus je moet dezelfde fascinatie delen. Maar het is natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk en gezellig om naar weet ik waar heen te rijden. 's Ochtends heel vroeg op te staan. Samen de muziek uit te kiezen in de auto. En te zien hoe we ergens binnenkomen. Hè? Want dat hebben we het nog niet over gehad. Gaan we het nu ook niet over hebben. Nee, maar het is heel ingewikkeld allemaal. Dat is heel ingewikkeld. In Nederland bestaat bijna geen urban fotografie meer. Nee, je moet wel... Het mooie is dat wij zomaar binnenkomen natuurlijk. Ja, wij komen gewoon binnen. Ja. Jan Brok, stel dat u wint. Wat zou het voor het boek betekenen in uw geval? Of voor uw moeder? Dat het nog weer door zal gaan lopen. Ik ga de winnaar bekendmaken van het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. Er is weer heel veel gestemd. En het boek dat gewonnen heeft maar liefst 28% van de stemmen. 28% van de stemmen. En de winnaar van het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar... Marjolein van Heemstra met In lichtjaren heeft niemand haast. Je keek me aan alsof ik iets heel gek zei. Ja, dit is het winnende boek. Ik wil je heel erg graag overhandigen...